Yo mensen, welkom bij de vijfde aflevering van Road to Manchester City. Een likeje zou weer helemaal awesome zijn. Ja, en voordat de halve buurt hier aan de deur staat, omdat ik als een mongool loop te schreeuwen voor geluidsoverlast, zal ik maar even normaal gaan praten. En wat je me vervolgens hier zit doen, is een spits naar CA kaartje kopen. Dit kaartje geef ik vervolgens aan Jovetic. Ja, dit om mij meer mogelijkheden te geven qua opstelling. Ik kan nu spelen met Jovetic op CAM, dus kan ik 4-1-2-1-2, 4-3-3, 4 en weet ik veel welke opstellingen al. Want City heeft namelijk een heleboel spitsen. Boni, Jovetic, Dzeko, Aguero. Maar ze hebben eigenlijk geen CAM. De enige CAM die nog een beetje in de buurt komt is Lampard. Maar ja, iedereen is bekend met Lampard zijn pace. Dus ja. Vervolgens kom ik in mijn wedstrijd tegen dit team met ja, een goed BPL team. Lukaku, Balotelli en een aantal andere prima BPL spelers. Jezus, deze wedstrijd echt. Er gebeurde een paar dingen. Let op hè. Gebeurtenis 1. Ik dacht al dat dit een penalty zou zijn. Gebeurtenis 2. Hij krijgt de bal alsnog mee. En gebeurtenis 3. Ja, daar ga ik geen woorden aan vuil maken. Vervolgens is mijn tegenstander verreweg de beste van het veld. Hier mist hij eerst met Mario Balotelli. En vervolgens krijgt hij de bal er ook niet in met Lukaku. Door de redding van Joe motherfucking Hart. En dan zie je het misschien al aankomen. Ik heb nog geen kans gehad. En in minuut 45 stuurt Boni Shea Long weg. En dan komt de keeper. Daar gaat hij omheen. En dan maakt Shea Long de 1-0. Kijk dan ook de ruststatistieken. Ik heb 1 schot. En die zit, en hij heeft al 6. En die zit allemaal niet. En zo sta ik 1-0 voor. Uiteindelijk wordt het in de tweede helft helemaal geweldig. Als Long hier doorkomt en dan schiet voor de 2-0. En dan win ik ook de wedstrijd met 2-0. En wat gaan we dan doen? En wat nog meer? Juichen! En hoe gaan we dan? Want voor de oplettende kijker, die zullen het al weten. We hebben de titel in divisie 8 gepakt en gaan door naar divisie 7. Krijgen ook nog een mooie 4000 munten bonus. En dat is lekker. En na vorige aflevering zei ik dat ik geen packs meer ging openen. Want je kon natuurlijk door die EA-aanpassingen geen shit meer verhandelen. Maar hier zie je dat ik 5 keer Kiko koop. En dan zul je denken, Kiko, ga jij treden? Ja, nee, natuurlijk, dat ging ik niet doen. Ik zet er gewoon 4 op voor 5k en 1 op voor 3500 munten. En dan vervolgens is het opeens PAM! En dan zijn ze allemaal gekocht. Nou, hoe zou het toch komen? Nee, even zonder gekkigheid. Ik zet dus 23,5k, oftewel 22.325 after tax over naar mijn account. En dan zie ik van, dat zijn 15k packs. En ik denk, ik heb geld gekregen voor 3 gouden packs van 7,5k. Maar weet je, als ik 1 van 15 koop en daarna 1 van 7,5, is hetzelfde idee. Want 2 keer 7,5 is 15. Ja, ik ben een genie. Dus ik open dat 15k pack en denk eens, wat zit erin? Het is niet te geloven, maar het is echt... Pam! In vorm! Perrin! En voor de rest ook nog Melo, Piszczek en Khedira. Echt, normaal heb ik nooit zulke packluck. En als je denkt dat dat niet goed genoeg is, natuurlijk ook lekkere contractjes, de conditiekaarten. En wat zit daar aan het einde? Aan het einde zitten ook nog eens even 3000 coins los. En dat telt natuurlijk allemaal fucking hard aan. Open ik lekker nog een packje en ja, zoals verwacht zit daar helemaal niks in. Maar ja, door naar de volgende wedstrijd. Maar natuurlijk niet voordat ik Clichy koop. En wat dacht je van Elia, Quinn, Mangala? En dan heb ik een best smooth team. Met alsnog Lampert op CAM. Terwijl ik zei dat ik dat niet zou doen. Maar ja, fuck it. Speel weer tegen een BPL team. Maar ja, wanneer doe dat niet? Ja, eigenlijk altijd. Maar de wedstrijd begint best slecht. De eerste wedstrijd van divisie 7. Ik lijk je de bal weg te halen. Maar dan schiet Keel hem vervolgens bijna door hard heen. Maar dan ga je natuurlijk gebruik maken met de spelers met de meeste pace. Hier gaat de bal namelijk naar James Milner. En die geeft hem voor. En dan kopt Lampert hem gewoon in. De beste CAM. Sowieso. En daarna kan het allemaal nog mooier worden. Joff het iets op Lampert door op Fernandinho en die wint de korte hoek voor de 2 tegen 1. Dan even attentie voor mijn tegenstander. Even serieus, ik haal hier de bal fout weg. Dan gooit hij hem erin. Het is buitenspel, wat ik niet snap. Maar wauw, hoe de fuck rond Falcao deze bal af? Echt ziek. Het was trouwens gewoon buitenspel. Op zich ook wel logisch, aangezien het een spel is en het automatisch gestuurd is. Maar hey, het blijft FIFA, je weet het nooit. Even later gaat het wel een beetje mis. Want hier komt Matic door, geeft hem goed aan Falcao. Keepertje komt nog, kan er niks aan doen. En zo wordt het 2-2. Maar minuut 90, ik sta er bekend om. Maar nu niet. Ik score namelijk niet in minuut 90. En dan gaat het opeens heel snel. Fabregas op Falcao. En die maakt meters en ziet dan Walcott en... Ik denk dat we allemaal gezamenlijk één ding weten van Walcott. En dat is dat hij snel is. Maar kijk dan wat er hier gebeurt. Ik heb er even geen woorden voor. Kijk gewoon en zie dat ik in de 89-90ste fucking minuut nog zo verlies. Even een analyse, hè. Walcott komt hier door. Mijn verdediger verovert de bal. Vervolgens wil hij draaien via Walcott. Mijn andere speler loopt weg. Dan blokt mijn andere speler die valt half.
heb ik gelukkig de kans om het terug te schieten, maar daar ontstaat het volgende probleem. Mijn keeper neemt de bal verkeerd aan, dan kan deze verdediger de bal gewoon wegwerken, maar hij denkt nee, ik tik hem richting mijn eigen goal en dan ga ik er vervolgens ook niet voor staan. Dus ja, prachtige analyse Robby, ja ik weet het en echt, what the fuck. En op deze manier verlies ik mijn eerste wedstrijd in divisie 7. Het is pas de tweede wedstrijd die ik verlies zelfs van de serie. Ja, en ik blijf op 0 punten, redelijk logisch. Maar ja, dan maar even David Silva kopen. Ik moet toch iets? Maar ja, natuurlijk, EA werkt ook niet altijd mee. Ik koop hem hier namelijk voor 1900 munten. Let op, linksboven, jawel. De munten gingen er gewoon af. Vervolgens was hij nergens te vinden. Niet op mijn transferlist, nergens. Dus ik dacht, boeien, koop ik maar een nieuwe. En dan heb ik er opeens 2. Echt fucking logisch. Maar ja, ik verkoop die andere gewoon. Dit is dan mijn team, best lekker. Dit is mijn tegenstander, ook op zich best prima, maar qua chemistry klopt het niet. En deze wedstrijd moest eigenlijk wel gewonnen worden, want beginnen met 2 verliezen is niet chill, maar hier is dan Boni, al na 4 minuten met de 1-0. Kijk ook de rust dat, ze had 1 schot op goal. En je weet al waarom ik dat ga laten zien. Want werkelijk war zijn eerste aanvallende actie van heel die fucking wedstrijd met Griezmann. Hij gaat er meteen in en hij is 1-1. Maar gelukkig heb ik Fernandinho, die geeft dat balletje een prachtig op long en die maakt de 2 tegen 1. Fuck it, al zit hij niet bij City, boeien, hij zit wel met team. En vervolgens is er weer die long nu met het paasje op Boni. Nou deed hij gewoon een assist, maar ja, Boni maakt hem wel af. Dus dat is op zich wel lekker hier. Ik zal wel weer normaal praten voordat jullie me niet meer herkennen. Maar ik kom op 3-1, hij gooit de bal dom uit. En dan komt Fernandinho nog de 4-1 binnen. Hey. Dat is een compleet juiste constatering, Evert. Maar het eindigt uiteindelijk weer een 4-1, waardoor we 1... En natuurlijk kunnen... Juichen! En dan pakken we voor de rest ook nog eens mooi de eerste 3 punten van divisie 7. Ja mensen, vonden jullie deze aflevering nou weer vet? Vergeet dan zeker niet te liken. In het scherm kun je ook nog klikken na de vorige video. Ook is de afspeellijst te zien aan jullie linkerzijde. Waar dus de hele serie is te vinden. Tot volgende week. En doei.